Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God zegene u. Met baru als tweet al die oser. Ralim Enrique is de naam vanuit Tomewijne. De jongen uit de kampong Marienburg. Volk van Suriname. Standvastige NDP'ers. U hebt hier een jongeman staan. Een jongeman die natuurlijk ook weet wat hij wil in zijn leven. Een jongeman die ook graag een goede toekomst tegemoet ziet voor ieder. En een jongeman die hier staat en binnenkort vader zal worden. Een jongeman die geloof en hoop heeft in de Nationale Democratische Partij. En ook geloof en hoop heeft in ons geliefd Suriname. En wanneer geloof en hoop aanwezig is bij u als individu, zal dit alles zorgen dragen dat ontwikkeling tot stand zal komen in uw omgeving, in uw buurt en natuurlijk in uw district en in ons Suriname. En die ontwikkeling kan alleen tot stand gebracht worden door een regering als hoofdkapitein, niemand minder dan onze voorzitter, tevens president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Desiree Delano Bouters en zijn team. Maar wat belangrijk is, dames en heren, is dat wij met z'n allen gemotiveerd het werk zal moeten uitvoeren de komende periode. En het alles motiveert deze jonge man om harder te werken voor zijn buurt, om harder te werken voor zijn gezin, om harder te werken voor zijn district en vooral harder te werken voor zijn land Suriname. Zodat de doelen die wij voor ogen hebben als NDP'ers, als regering, gerealiseerd kunnen worden. Poro papa papa langi pui pui senta chalo me aksu pramisi. Mek mi tak mi Japanese brada nanga siza wap chinzo ina Japanese. Oktu des masa iluku mi fa oso. Senta chalo sena ngoma ora piso tomo koneng o sereng kene. Ojo kaken ba. Iki namong setengah on sepato tomo ko kene. Dis na nomo wa afu sa deja. Wa afu da oso ite e follow kuno via TV. Senta chalo kape puso kumpel tati sici. Piso kumpel tati chi, piso mangon desamu, piso mangon nekoro Suriname. No mix my core you, no mix my kotegi laulau sani. En zo kan ik vanuit mijn zijde als een trotse jongeman uit Tomewijne aantal ontwikkelingen opnoemen die reeds zijn uitgevoerd in mijn district, ja. In mijn district Tomewijne. En dan moet ik u aanstaan, ik wil u even terugbrengen naar zeg maar de bouw, de totstandkoming van de Schulz Albert Weidenbosbrug. Met Gades. Ik heb een dat nog ben de. Va unu komen wij naar Bedoroja. En dan breng ik u terug naar de jarenlange waterproblematiek in ons land. En ook in mijn district Tomewijne. Vandaag de dag is meneer Oosterling en zijn team hard bezig het waterproblematiek op te lossen. Ook toe in mijn omgeving. Ook toe in Tomewijne. En zie maar het gronduitgiftebeleid. De grondpapieren laaien kapon. Het gronduitgiftebeleid van de regering. Schrijf een partij voor Pemi Moto. Oh my god, dat is de nog maar regel, jongen. En zie maar natuurlijk ook het woningbouwproject dat in rap tempo wordt uitgevoerd, dames en heren. Zie daar. En natuurlijk, Mikantaki. Marienburg, aanpak van infrastructuur. En straks komen er nog meer. Straks komen er nog meer. Maar we don't talk much. Wij voeren het werk rustig. Er zijn nog heel wat andere ontwikkelingen die in de komende periode tot stand zal worden gebracht. Sapar. Sapar is niks anders dan geduld hebben in het leven. Geduld. Engalam donyo kapekui pelu sapar. Omus abi pasensi. Uno denanga juku juku.
En natuurlijk zal dit alles niet goed zijn. Zal dit alles niet goed zijn in de ogen van de tegenpartij. Want Allah sabi, wie werkt, wordt altijd op de voet gevolgd en tegengewerkt door de tegenpartij. Onthoud dat. Men heeft aangegeven dat in mei 2020 het volk zal moeten kiezen tussen een slecht beleid en een goed beleid dat nog moet komen. Oh my God, is uno mandi me beju, uno mus mandi te a tegenpartij e te u asandati. U moet gewoon rustig zijn, kalm. Straal rust uit naar uw mensen toe. Het enige wat u aan de mensen moet vragen, de vraag moet stellen, is het volgende. Als u in uw regeringsperiode zo goed bent, daarvoor zei de Abosje brug nog bij bouw. Als u zo goed was in uw regeringsperiode, voor zei de al jarenlang waterproblematiek in de bouw los op. If you zat er zo boem in uw regeringsperiode, voor zei de nog met mijn regel, mijn grondpapier, je met me wachten 20, 30 jaar lang. Na regering Bouterse regel de toridici. En dan moet u concluderen, dames en heren. Wie is nou, of wie voert nou slecht beleid uit? En wie voert goed beleid uit? Antwoord na. Meneer, u antwoord na. Antwoord na. Onder leiding van. Onder leiding van. Mijn collega Amsat Abdultak, de man nep. En wie ook zorgt dat ik een hele kleur voor de man overlep. Bijna me wat kies me windy. Dat choro chowo. En dange pakal te meko. Maar me besparing. Want ik moet me gedragen. Straks komt meester André Misakaba. Ik wil van hieruit, dames en heren. Ik wil van hieruit gelijk een oproep doen. Aan mijn partijgenoten. Onze standvastige NDP'ers. En natuurlijk ook de nieuwkomers. Ik vraag u allen. Om in alle rust het werk dat gepland staat uit te voeren. Laten wij ons niet misleiden door negatieve energie. There is a lot of work to do. Just focus on the good. Think and be positive in life. Mijn voorzitter, tevens president. Alles wat u en uw regering en uw team tot op heden geraakt heeft, hebben jullie overleefd. Steeds bent u weer opgestaan en verder gegaan. Voor die pres regering, u dranga! Mewan tak morosani. Maar je zat ook aan net die laaite. Dus tot slot wil ik ons nieuw gekozen hoofdbestuur van de NDP van harte feliciteren. Met u allen en de gekozen structuren. En de natuurlijk alle leden die zijn komen joinen in de NDP-familie. Je hoopt dat wij vieren lobby. Je hoopt dat wij vieren lobby in Osir. There is no time to waste. NDP, alles hier is tempo. Wij kunnen het. En yes, we can do the job. Met Baruch Grantangi.